Leuk dat je kijkt naar deze superkorte dagvlog van ons leven op Curaçao. Vandaag ging ik voor het eerst een wasje draaien en daarna dacht ik ga gewoon wandelend naar de supermarkt. Was goed te doen, wel een beetje warm, maar prima. Daarna heb ik even lekker wat gegeten en toen Lim weer wakker was, zijn we weer lekker naar het strand gegaan met z'n drieën. Hier waren we aan het wachten totdat papa de auto had ingeladen. De autostoel moest namelijk nog even vast worden gezet. En daarna zijn we naar Mambo Beach gegaan, naar Happy Hour. Even lekker een biertje gedronken en Lim ging lekker spelen in het zand. Wat speeltjes meegenomen, ze was heel erg lang zoet. Daarna zijn we lekker uit eten gegaan met z'n drieën en dat was hem alweer.